Yo mensen van YouTubers en welkom weer bij een nieuwe geschiedenisvideo. En vandaag gaan we naar Wassenaar, want daar ligt namelijk het landgoed Tuinruil. En daar gaan we vandaag een geschiedenisvideo over maken. Dus let's go! Philip van Zuylen van Nijveld was een cavalerist en kamerheer van koningin Wilhelmina. Opende in 1935 de poorten van landgoed Tuinruil. Dat was toen de tijd nog geen attractiepark zoals nu. Het was toen de tijd nog een wandelpark, een landgoed, een natuurpark. Tuinruil is gelijk als meerdere pretparken begonnen met een theehuis. Zoals bijvoorbeeld ook Hellendoorn en de Efteling zo zijn begonnen. De naam Tuinruil is uiteraard afkomstig van de duinen, want het pretpark ligt daar ook aan de zee, in de duinen. Toen de tijd was er dus een theehuis, een restaurant en een paar speeltoestellen. Een speeltuin. Onder de naam Tuinruil Terreinrit werden er door de motorclub in Wassenaar halfjaarlijkse motocross en zijspancrossen georganiseerd. De eerste crosswedstrijd in Holland, 26 oktober 1946, vond het Nederlandse kampioenschap terreinrijden plaats, dat een jaar later vervolgd werd met de eerste motocross der naties. Enige jaren later werd het boomrijke terrein wegens gevaar voor rijders en toeschouwers niet meer gebruikt. In 1938 werd er een skibaan aangelegd, op dennenaalden van de op landgoed voorkomende Punus Maritima. En die werden dan ook weer verwijderd in 2005. Philip van Zuylen woonde met zijn vrouw Constance Gravin van Zuylen van Nijveld, barones van Palland, en zoon Hugo op het kasteel, het grote landhuis. Gebouwd in 1682. Op 12 mei 1940 werd hij als verdachte passant aangemerkt en door Nederlandse militairen op zijn eigen landgoed om het leven gebracht. Na de oorlog werd Tuinruil op bescheiden schaal geëxploiteerd en als dagrecreatie creëerde de Van Zuylens met een klein team van medewerkers ook overnachtingsmogelijkheden. Hugo werkte aan een internationale carrière en hield zich in zijn vrije tijd bezig met de ontwikkeling van Tuinruil. Constance bleef op Tuinruil wonen en fokte Cairn Terriers. Zij koos er echter voor om niet meer in het kasteel te bewonen en om haar gezin haar intrek op boerderij Oud Tuinruil. Aan de rand van het landgoed, deze stamt ook uit de 17e eeuw. Constance wilde in 1962 Tuinruil verkopen aan de Haagse vastgoedhandelaar Reinder Zwolsman. Met tegenzin onderhandelde Hugo voor haar hierover. De directeur van buiten de familie kreeg intussen een Zwolfsman en een betere baan, ergens anders. Deze wekte irritatie op, de verkoop ging niet door. Hugo zegde zijn baan op en werd zelf directeur. Tuinruil werd uiteindelijk zijn levenswerk en breidde uit aan voorzieningen. Gezien de locatie in Wassenaar gaf dat soms lokaal verzet. Frits Korthals, Altes, stond de zoon hierin als advocaat bij. De omtovering van landgoed naar pretpark begon zo'n beetje in 1984 met de bouw van het subtropisch zwemparadijs Tikibad. Een groot indrukwekkend zwembad in Holland, waar ik in een aparte video de geschiedenis ga overlopen. Datzelfde jaar werd er aan de rand van het park in de duinen de rodelbaan geopend. Door het succes van de eerste rodelbaan werd er al snel een tweede rodelbaan aangelegd. Toen de tijd had de rodelbaan uiteraard nog geen liftsysteem en toen moest het dus serieus de slee van beneden tot boven sleuren helemaal de berg op en dan pas kon je beginnen met de rit. Dat was totaal niet evident, maar door de jaren heen is dat stukken bij verbeterd en is er een liftsysteem. Tegenwoordig gaat de rodelbaan ook niet meer zo rap als vroeger. Dat zal wel met de reden zijn dat er heel veel accidenten mee zijn gebeurd, waaronder ook een gewonde vrouw die daar eiste dat de rodelbaan werd gesloten, omdat het zogezegd levensgevaarlijk zou zijn. Dus vroeger kon je met een topsnelheid van 50 km per uur over de baan vlammen. Tegenwoordig is dat met de helft verminderd en kunnen maar maximaal 25 per uur over de baan zuizen. In 1985 werd de kikkerachtbaan geopend, de allereerste achtbaan van het park. Een zierer Tivoli Large dubbele 8-achtbaan, zoals heel veel pretparken die hebben staan. Noem maar op, de achtbaan van Valkenier, de Victor's Race van Plopsaland, de keverbaan van Bellewaerde, ga zomaar voets.
Een jaar later in 1986 werd het kasteel gesloopt. De toren is bewaard en bij de paardenstal geplaatst. In 1989 opende Duinruil de attractie Aquaswing, een wilmvlucht met fonteinen eronder. In 1990 werd de waterglijbaan Aquashoot geopend, een steile glijbaan van de bouwer van Echdom. 2 jaar later werd de Splash geopend, een waterattractie van het zogeheten model Shoot to Shoot van de bouwer Hopkins. Zo'n attractie kennen we ook bijvoorbeeld als Niagara in Bellewaerde, Area 51 in Moviepark, de Tuki Splash in PortAventura. Maar het speciale bij de Splash is dat je dus kunt kiezen tussen een gesloten en een open boot. De open boten hebben we verder nog een zeil in de boot die dat je over je lijf kunt trekken, waardoor dat je ook minder nat kunt worden. In 1996 werd de Watersprint geopend, een heus topsprint. Een jaar later in 1997 zou eigenlijk de Batflyer moeten geopend zijn, maar dat is dus niet volgens plan gegaan, want ze hebben die dus nooit kunnen openen. Het was een single suspended coaster van het type Batflyer van de bouwer Caripro, die we ook kennen van bijvoorbeeld de Vleermuis die vroeger in Plopsaland te pannen stond. Alleen moesten deze een lengte hebben van 850 meter. Dat is toch wel stukken langer dan de Vleermuis. Het probleem was dat de karkers het einde van de baan niet konden halen. Op sommige punten ging het te rap en op sommige punten ging het te traag, waardoor de karkers het station niet konden halen. Dus helaas is de Batflyer nooit opengegaan voor het publiek. Wat heel spijtig is, want het zou zeker een leuke toevoeging geweest zijn. Om de Batflyer niet helemaal te vergeten, hebben ze de beelden van de vleermuizen in het tikkiebad verwerkt bij de Lazy River, daar bij die tunnel. Daar hangen ze tot de dag van vandaag nog steeds. In 2000 verkocht Hugo het bedrijf van zijn zonen Philip en Roderick. En zij werden dan ook de nieuwe eigenaars van het park. Een jaar later, in 2001, opende de Mad Mill, een heus frisbee, met een standaard huisprogramma en die draaien echt immens sterk. De krachtigste frisbee die ik ooit heb meegemaakt. In 2002 werd de Batflyer dus voor deels terug afgebroken. Enkel het station is nog over en die staat er nu nog altijd, waar nu een kinderattractie in loopt. Een treinbaan voor kinderen. In 2004 kwam het mini-schommelschip, Schip Ahoy. In 2007 mocht de Duinruil plannen voor een nieuwe achtbaan van de Duitse firma Gerstlauer, maar ze kregen geen vergunning van de gemeente. In 2009 werd het bestemmingsplan dan toch goedgekeurd en daarom opende in 2009 dus de achtbaan Falcon. Een Gerstlauer Eurofighter die we beter kennen als bijvoorbeeld Typhoon in Bobbejaanland. Alleen is deze een kleinere versie daarvan. In 2012 werd de familieachtbaan Dragonfly geopend. Een familieachtbaan van Gerstlauer. En deze baan heeft echt een hele soepele rit. Ik vind het echt een hele mooie toevoeging tot Duinruil. Om dan in 2016 weer een nieuwe attractie te openen. De Skyfly van Gerstlauer, Wild Wings. Een van de extreemste attracties die dat je in een pretpark kunt vinden. Ze zijn tegenwoordig heel populair. Dat zijn zo'n beetje de attracties die tegenwoordig overal worden gebouwd op de wereld. Maar het zijn ook echt geweldige machines, die Skyflyers. Ondanks Landgoed Duinruil tegenwoordig bekend staat als een attractiepark, is het nog altijd een natuurpark, een landgoed. Want het is algemeen bekend dat als Duinruil een nieuwe attractie bouwt, dat ze totaal geen bomen kappen. En dat vind ik toch wel een pluspunt van Duinruil. Vele parken die kappen alle bomen weg als ze een nieuwe attractie willen bouwen, maar Duinruil laat letterlijk alle bomen staan. Waardoor dat pretpark gewoon midden in de natuur ligt en dat ziet er echt heel mooi uit. En voor de rest heeft Duinruil niet zo'n hele lange geschiedenis, dus daarom zijn we nu ook al aan het einde gekomen van deze video. Dus mensen, vonden jullie deze video leuk? Geef dan alleszins een like, abonneer op ons kanaal en dan zeg ik een dag Duinruil, daar kikken we van op.